Napoleon Bonaparte wordt in 1769 geboren op het Franse Corsica. En Nappi blijkt een strijdlustig mannetje. Als hij 9 is, wil hij al naar de militaire school. En op zijn 16e gaat hij het leger in. En garde. Niet veel later breekt de Franse revolutie uit. En daar sluit Napoleon zich bij aan. Hij maakt carrière in het leger en hij werkt zich op tot generaal. Na succesvolle veldtochten in Italië en Egypte komt Napoleon terug in Parijs. Maar wat hij daar ziet, dat bevalt hem niet. Dus besluit hij de macht zelf maar te grijpen. En met succes. In 1804 kroont hij zichzelf tot keizer en zijn vrouw Josephine tot keizerin. Nappi voert allerlei nieuwe wetten in, zoals de Code Civil, waar wij nog steeds onze burgerlijke stand aan te danken hebben. En daarnaast komt hij met de kilo, de meter en kilometers lange wegen in Europa. Die komen goed van pas op de veldtochten die Napoleon maar blijft voeren. Hij trekt zelfs op naar Moskou, maar daar komt hij van een erg koude kermis thuis. Uiteindelijk wordt bij Waterloo het leger van Napoleon in de pan gehakt. Hij zelf wordt verbannen naar het afgelegen eilandje Sint Helena, waar hij een beetje verpietert in zijn moestuintje. Op zijn 51ste is Napoleon wel zo'n beetje uitgezaaid en legt hij het loodje. Adieu.